Een uniek inkijkje in het wereldje van de hulpdiensten zondag. Alle hulpverleningsdiensten waren aanwezig tijdens de grote open dag van de politie Leiden. Op uitnodiging van de Leidse agenten was er onder andere een waterwerper, een arrestantenbus en diverse politievoertuigen aanwezig. Er staat eigenlijk van alles. Eigenlijk alle hulpverleningsvoertuigen die men kent, die zijn er wel. Vanuit ambulance, brandweer, Koninklijke Marché, Reddingsbrigade, Rode Kruis en BRL is er ook aanwezig. Waarschijnlijk nog veel meer, maar dat is te veel om nu allemaal op te noemen. En ook de rode kant was vertegenwoordigd. Kids en hun ouders konden een volledig uitgeruste tankautospuit van de brandweer bekijken. Of hoe wordt nou iemand gereanimeerd? Het Rode Kruis en de ambulancedienst stonden ook op het terrein van de oude betonfabriek langs de Amforaweg. De Koninklijke Marechaussee stond met een tweetal stoere auto's en kinderen mochten zelfs een rondje meerijden. Ik vind het belangrijk om ons ook eens van een andere kant te laten zien. Dus niet alleen maar als we door de straat rijden, maar ook eens zien van hoe ziet zo'n auto er nou uit. Wat doen wij nou een beetje op een dag? En dat we er niet alleen maar zijn om boef te vangen, maar ook heel veel andere dingen doen. En dat in samenwerking met alle andere partners, zodat ze een keer goed inzicht krijgen in alle hulpdiensten in Nederland. Naast het lekker rondneuzen was er ook nog wat te beleven. Het bike-team van de politie Leiden lichtte een tipje van de sluier op hoe ze nou boeven vangen. Kijk, onder controle kan het kampmiddel. Hebben we niks aan het boeien? Wat is het medewerker, meneer? We geven het geld in gebruik. Duidelijk? Ja, duidelijk. Volgend jaar maar weer dan? Dat gaan we nog herzien. We gaan het allemaal evalueren en dan gaan we kijken hoe groot het succes was en of dit voor herhaling vatbaar is. En uiteraard moet het terrein ook weer beschikbaar zijn. Dus we gaan het allemaal bekijken.